Alright! Virus Squad! Welkom, welkom, welkom. Dat we hier zijn. Het is zo simpel vandaag, jongens. Kijk, het werkt! Het werkt, ik heb het vast getest. Nadat de dino's al opgegroeid, we hebben Jinbei. En deze. De kloningen werkt. Ze hoeven er niet per se in de buurt te staan. Het kan gewoon met waterdino's. Ik wist het eigenlijk niet zeker, dus ik moest even testen. Nou, dit duurt dus nog wel. Papadabapapam. Die nog 16 minuten. En jij duurt nog. Papadabapapam. Ik kan niet zien. 15 minuten. Nou ja, in ieder geval, ik wil gewoon nu nog even. Weet je wat? Het heeft helemaal geen zin wat ik nu ga zeggen en wil gaan doen. Ja, Jinbei. Je mag niet doodgaan, maar ik ga jou gewoon even levelen nog verder. Kijken of dat lukt. Nadeel is, ik heb je vooral natuurlijk geleveld op. Oh, en ik moet nog even kijken of we Moza hebben, want ik had Moza's. Ik had absoluut een Moza. Maar dat had ik op de island. In ieder geval, we gaan gewoon even kijken of jij nog wat XP erbij kan krijgen. Erbij kan chunken. Ja, lekkere bleed damage, jongen. Lekkere bleed. Hier, neem even wat element in je. Ik weet niet wat hier fout gaat. Hallo, waar is nou de... Oh, wat af. Ik dacht even dat ik de Engram niet had. Ik schrok me helemaal kapot. Wat is dit nou voor onzin? Let's go! Ik weet niet hoe dit werkt. Oh, zo dus. Dit haaitje doet dit toch prachtig. Hij doet dit zo mooi. Oh, wat mooi. Dat is mooi, hè. Het kan alles slopen. Yo, als je die killt, krijg je al Ammonite Bile? Of ik bedoel, de... Hoe noemde dat? Hé, ach, kut op met je aal. Oh, ik dacht pas als je in de buurt stond van die Ammonite, dat je zeg maar de agressie kreeg van alles. Maar blijkbaar krijg je dat sowieso. Ah ja. Oh, ik wilde dat graag van mijn straat hierin gooien, maar nee. Hier, kut aal. Nee, Rudy, dat is geen kut aal, dat is een zinnig aal. Oké. Maar heb jij watermeloen in de comments getypt? Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al, ja. Mag ik die ook raken, alsjeblieft? Boe. Wat ben jij? Een doenkleeuw. Nou, we kunnen tussen nog best wel eventjes... Duurt te lang dit. Veel te lang. Wat doe ik met 52 damage op een Electro Force? Is dat omdat ik gestunt ben? Oh, dat is omdat ik gestunt ben. Yo, dat is echt dubbel kut, man. Dan word je en gestunt en je doet minder damage. Maar je zit dus al vast, hè? En ik kan hem geen eens hitten. Perfect. Wat zijn die... Oh, nog een aal, joh. Je wordt echt... Oh. Echt sinds kwallen en alen in het spel zitten, is de onderwaterwereld echt geen zak meer aan, jongen. Dat is weg, joh. Jullie pesten met de cyberbullying. Hier, sterf. Stik in alles waar je in kan stikken. Daar hebben we een Moza. Oeh, meerdere Moza's. Oeh, heel veel Moza's. Wat is dat? Dat is iets getamed. Daar is een Moza getamed, zo te zien. Ik hit hem, maar ik hit hem niet. Perfect, ik hit hem, maar ik hit hem niet. So far, so good. Ja, ik hit hem, maar ik hit hem niet, jongens. Hij vlucht ook alleen maar. Hij draait niet echt om of zo. Oh, nu wel. Maar nu ben je al dood, man. Nu ben je al dood. Je bent een dode Moza. Snap dat dan? Hey, is dat een Alpha? Oh, hell yeah. Krijg je dubbel XP van? Denk ik niet, hè. Oh, doe ik zo weinig damage op een Moza? Damn. Oh, wat heeft dit zo'n dikke huid, bro? Dat doe ik gewoon pijn op mijn eigen character. Ik voel mezelf gewoon incasseren. Als ik mijn tech helm kapot ga, dan word ik echt janken met de pet op. Ja, zonder pet op dan, want die zijn kapot door mijn tech beams. Let's go. Oké, maar dit kan dus allemaal. Dat is wel lachen. Oh, dat doet veel damage. Dat doet zoveel damage. Dat doet zoveel damage. Wow. Nou, dat is een Alpha Lietzichtius. Ja, hij is absoluut een Moza getamed. Wat geloof heb jij dan? Allemaal een beetje level 40 van me op. Arr, matey! Lekker! Kijk, hier hebben we iets meer aan. Je krijgt dus toch wel dubbel XP van die dingen. Nou, kies ik nog even een Moza. Oh nee, mijn tech chest piece. Omdat je zo weinig kan met een Dunkleos, dus man. Volgens mij zeg ik dat echt heel vaak. Maar elke keer als ik die vis zie, denk ik van... Ah, dat zou zo'n goede onderwatersteker geweest zijn. Oh, Tuso, hel je. Pak me niet, pak me niet, pak me niet, pak me niet, pak me niet. Let's go! Blinded by the ink. Oh, je bent zelf blind. Een zieke onderwaterplaneet hier, joh. Zit die vast? Perfect. Ah, nu niet meer, maar toch perfect voor hoe lang het duurde. Oh no, we got double Moza trouble. Oh, en de sidderalen. Nee. Laat me zwemmen. Laat me zwemmen. Dat was de forest. Oh, dit is perfect. Ultimate cheese. Ultimate cheese op mijn hamburger, please. Let's go. Let's go. Oké, we hebben de smaak nu wel te pakken. Nee, hier zijn echt veel Moza's. Alleen allemaal een beetje kut levels, man. Ik Basilo's zijn heel goed, toch? Ja, trouwens, Mega Gillon net zo goed als ik een Basilo of een Mega Gillon heb met high level. Hey, what the fuck? High stripe? Bruh. Waar ben ik nou? Helemaal hier? Ja, high level Basilo's zijn nog steeds wel heel ziek zijn, hoor. Maar dan moet ik weer een mannetje en een vrouwtje hebben. Die was ik toen op Fjordor al aan het zoeken, dat weet ik nog. En uiteindelijk heb ik die Tussos getamed. Maar dan moet ik weer een mannetje en een vrouwtje. Moet ik ze weer breeden, moet ik ze weer klonen of levelen klonen. Ja, als ik daar opeens een 150 Basilo zie, prima. Maar dan zie je het niet zomaar, hè? Nee. Kawamatsu. Dat is nu je nieuwe naam. Kawamatsu. Hi broeders. Alles wordt hier gekloond. Ja, ik heb hier ook wat zadels liggen. Ik moet alleen even kijken of ik ergens Tussos zadels heb. Maar voor nu... Oh, wacht. Ik hoef helemaal niet te travelen. Want ik heb hier jou. Oh, wacht. En ik heb hier natuurlijk de element meegenomen. Niet voor niks. Kut, ik moet hier eigenlijk nog propagators hebben. Dat is het, ja. Nou, eigenlijk hoeft dat ook weer niet per se. Maar goed. In ieder geval... Alright. Wat hebben we hier allemaal?
Qua onderwaterdino's heb ik hier eigenlijk zo goed als niks. Ik weet niet welke stad ze deze hebben eigenlijk. De HP lijkt redelijk hetzelfde. Ze zijn echt wel sterker, man. Kut. Ik had eigenlijk verwacht dat ik deze had opgepakt en allemaal neergegooid in Scorched. Like, Rexen. Oh ja, die Rexen, ja. Oh nee. Oh nee. Je hebt wel een 75 HP in Dekkengs. Oh nee. Dekrex. Oh nee. Waarom zeiden jullie dit niet even, jongens? Oh nee. Maar geen Moza trouwens. Oh, dan ben ik mijn Moza echt gewoon kwijt. Kut. Gewoon op de island. Kijk even wat hieruit komt, oké? Okay? Ja, yeah, dat is een 44 HP. Yeah. Ja, dit is wel een betere Dekkengs. Ga niet liegen. Oké, okay, maar goed. We hebben de Tussaud Egg. Ja, die moet ik hier dan maar gewoon even door propageren of breeden. Ik kan die hier niet laten uitkomen. Het is heel omslachtig nu wat ik allemaal moet doen. Alright, settle BP's. Hebben we Tussaud? Nee. Mega? Nee. Ja, Mega Gelon, maar. Ik heb hele goede Giga BP's nog. Ja, ik heb goede Moza BP's, maar ik heb gewoon geen goede Moza's. The Struggle. Ik denk dat ik deze ook maar gewoon mee moet nemen. De enige act, The Struggle. De rest van die dingen hebben geen namen. Techrex. Nee, man. Nee, man. Ik denk wel dat ik één Rock Elemental meeneem. Ja, dan moet ik dus eigenlijk denk ik even naar Lost Island gaan. Ah, niet eens alleen hier, maar ik moet gewoon even kijken of ik ergens goede saddles hebben nog of zo van Tussaud. We hebben zoveel dingen hebben we eigenlijk. Nou, een paar Megalodon saddles, maar... Tussaud, nee. Nee, allebei niet. Ja, Moza en zo hebben we echt genoeg, man. Wat ik wel nog moet hebben, en dat is eigenlijk een beetje kut... wacht, wat geeft nou echt de oxygen van Fleck? Dat is de helmet, toch? Ja, dat is de helmet, man. Ik moet dan gewoon capped Fleck met alleen maar tech helmets. Kut, dan moet ik wel even naar de hub. Wat pauper duur. Ik heb helemaal geen tech BP. Geen tech helm BP. Dat heb ik helemaal niet. Godverdomme. Oké, jongens, oké. Kijk, rocket launchers zijn leuk en alles, maar... Weet je, heb ik niks aan onder water. Helemaal niks. Helemaal niks. Foundations en zo zijn wel leuk. Saddles. Stegos saddle kan ik op zich wel gebruiken. Techrex heb ik ook niks aan. Ik moet eerst binnenkomen. Dan wordt het daarna de strategie opeens heel anders, zeg maar. Spyglasses. Al heb ik dadelijk een paar lijken onder water waar ik me achter kan verstoppen. En ik kan dan tech riflen. Dan kan ik zo stappen maken. Dan kan ik ook achter de wal. Het voordeel is, de wal is niet permeabel. Dus er zit, zeg maar, het is een wal. Het is een glazen tech wal, als het goed is. Dus de voorkant... is onveilig, de achterkant is veilig. Dus dan kan ik daarna de tech gen slopen houden. Tech bow mee. Ja, ik moet echt weer terug gaan naar tech nu, jongens. Dat is echt even geleden dat ik echt full on tech moest gaan. C4, zit dat nog hierin? V5. Dikke vingers. Ja, remotes. Nou, neem hem maar gewoon mee. Die is al leeg. Ah, kijk, hier hebben we C4. Deze vlak wil ik eigenlijk niet meenemen nu. Want dit is allemaal te zwak. Alleen de Ascendant kan ik overwegen. Ja, wacht. Even kijken of ik op Ascendant kan. Oh ja, kijk, hier zijn de goede kits. Swords zullen ik wel hebben. Netten we hebben natuurlijk... Oké, ik heb ook twee hele goede clubs mee. Die lagen hierin. En ik moet eigenlijk even kijken of... Oh, hier zit nog heel veel goede vlakken. Ja, ik kan het uiteraard achteraf nog terughalen. Heb ik nog iets speciaals? Heb ik Black Widow? Nee. Ja, even die mantels erbij pakken, man. Dan gooi ik daar gewoon één mantels uit. Hij kan wel gesnipen, daar moet ik voor oppassen. Maar op zich een... Oeh, moet ik ook wel even het juiste zaal... Nee, trouwens, die zit erop of niet? Ik durf het niet te zeggen, maar in ieder geval, we hebben hier raid loot. Mantels heb ik hier niet. Nee. Maar we hebben hier raid loot uitzoeken. Hier heb ik volgens mij die mantels ingedaan. Nee, huh? Wat dan? Hier heb ik al die stegos ingedaan, ja. Die een saddle dan of zo? Er zitten geen vissen in ook, hè? Oh, wel een racer, man. Nou, Brutus. Waar is die mantels dan? Ik had een mantels gekregen. Oh, heb ik die hier gebreed? Oh, misschien heb ik die in de breed zitten. Oké, alle tech gaat gebruikt worden, jongen. Niet normaal. Oké, ik heb echt geen idee wat die is. Ik dacht dat ik een mantels ergens had. Ik kan hem ook even niet herinneren. Heel treurig, yes. Very, very treurig. Maar heb ik, als ik mezelf zou zijn... Oh, volgens mij heb ik hem oprecht meegenomen naar Scorched. Kut, sorry. Nee, maar dan zet ik volgens mij alleen mijn eigen in. Ah, ik ben verward. Heeft Jamie die misschien nog? Zit hij hier ergens in? Ja, wat een fucking goed saddle. Hier. What the fuck? Echt geen flauw idee. Nou, die zullen wel eigenlijk maximaal chill zijn voor de defense namelijk. Oké, ik ga al naar Scorched. Oké, deze maniak is er helemaal klaar voor. En de kloning staat ook aan op deze. Dus ik kan haar in vrede vervangen in principe. En ze heet Praying Vrouwtis. Ja. Ik ga er nog wel iets meer aan zetten. Dat zijn wel echt de ziekste battle dinos die er zijn namelijk. Oké, en mijn nieuwe Stego project staat aan. En het scheelt heel veel, jongens. Hulk wordt klaargemaakt voor de battle. En ik kan je vertellen, hij heeft 20k meer HP dan Iron Man. Door de imprint alleen al. Dus dat wordt insane. Maar goed, dat is een spektakel voor later. Deze gaat wel mee nu. Ik neem deze wel mee in Cryo trouwens.
En ik heb ontzettend veel voorbereid. En nu zijn we eindelijk weer hier op de island. Och. Wat verdomme. Jongens. God, jak. Zo is het leven toch mooi. Er komt de volgende stap natuurlijk. En dat is eigenlijk zoveel mogelijk spanplaatsen. Omheen. Oh, dit wil ik vermijden. Is gelukkig nog niks gebeurd bij mijn basis. Oh ja, deze is helemaal glitchy. Als ik helemaal vergeten. Te ver naar beneden. Ik wil niet random neer worden gebeamd. Het scheelt dat hij echt verder dan de mond zit nu. Een ground or snap point. Oké. Super chill. Heel chill. Parker doen. Damn bro. Oh, kijk hoeveel range we kunnen winnen hier. Oh, het ziet er wel intimiderend uit, jongen, die muur. Maar ik heb zo'n gevoel dat het wel gaat lukken. Kijk, kan ik hier moonproof... Wacht, eerst even kijken. Tot waar kan ik de Jenny zetten? Dit is too close. Maar dit kan. Ja, dan ga ik hem hier gewoon poelen. Oh mijn god. Ja, daar heb ik dus geen zin in. Hij heeft Rudy zijn techboom mee. Tuurlijk niet. Nu. Oké. Even heel snel een Jenny neerzetten. En die staat aan. Haha! Yes! You can't get in. Wat kan ik hier nou een deur van maken? Ik weet niet dat het vries is. Oh, dan kan dat dicht. Ja, dit is een normale. Is dat dan allemaal weg? Nee, hè? Zet ze gewoon lekker overal neer. Zodat hij niet naar buiten kan om te vechten. Daar is er allemaal too many. Ik denk dat die turret niks kan hitten daar. Nee, die is echt kansloos zo te zien. Target dat ding gewoon geen kwallen. Is dat het? Wow, jellies worden gewoon niet getarget. Oké. Dat is een mooi aanvalshoekje dadelijk. Dat wil ik dus echt gewoon gaan benutten. Via deze kant erin kan. Dan moet ik even gewoon oppassen hier. Want nu zit ik weer echt bij de kwallen. Oh, weg hier. Pff. Weg hier. Oh. Hatsee, oppassen. Round the snap point. Ja, ik kan hier onder water dus ook een soort volbouwen. En dat is denk ik oprecht helemaal geen slecht idee. Maar voor nu wil ik het gewoon even zo doen. Ik kan daar ook nog cliff platformen en noem maar op. Dus heb ik die wel bij trouwens. Misschien slim om dat te checken. Bulletjes pakken. Ja, geef me al die bullets maar. Oh, Sniper moet even weg. Dat moet überhaupt weg. Dan moet ik even een boog hebben ook. En shards. Force field zet ik ook maar beneden neer. Oh ja, cliff. Neem ik om meerdere redenen mee. Ook omdat ze makkelijk te vernietigen zijn. Ik denk dat ik er wel drie hier laat. Want die kan ik eventueel binnen nog kwijt. Wanneer we zover zijn. Moet sowieso, wanneer we zover zijn, moet ik binnen ook... Oeh, jezus, mijn god. Sleeping bags en andere dingen binnen maken. Of neerzetten. Oké, eerst even deze dingen klaren. Kutbeesten hier. Zijn ze dat allemaal? Absoluut niet. Zijn ze het nu? Absoluut wel. Hiermee kan ik ook cover creëren natuurlijk. Oh. Ik heb er nou twee geplaatst. Nee, toch? Lager ik dit kan krijgen. Beter. Niet schieten, niet schieten, niet schieten, niet schieten. Dat is te close. Oké. Nice. Want als hij dan nu uit zou willen bijvoorbeeld. Ja, ik kan hier geen... Oh, nee. Je kan geen turrets plaatsen. Te veel. Ah, misschien als ik er dan wel wat weg heb, zeg maar. Alleen dit power is wel een ander ding. Kan ik een normale Jenny onder water zetten? Au, 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 au. Oh, hier is bouwen heel kut. Too close. Daar. Tjie! Net op tijd getackled. Oké, daar kan ik helaas geen turrets neerzetten nu. Oeh, Jen misschien nog wel. Er zijn hier wel too many turrets, maar... Maar hier niet. Oeh, oeh, jezus. Hallo. Ik kan zeggen, hier heb ik echt een mooie angle op de opening. Maar ik moet hier wel oppassen. Even zo'n ceiling erop. Perfect. Match frame erbij. Als ik er vast... Hier zit je dus half in de muur. Dat maakt het echt heel kut. Te veel, te veel, te veel, te veel, te veel. Ah, dat is allemaal te veel. Kut. Hier kan wel. Dit is gewoon net iets hoger. Kijk, turrets ook niet. Ja, hier zou wel weer kunnen. Meer deze kant op. Maar ja. Die boven zijn allemaal gestekt. Even kijken. Zet hij dit allemaal aan? Volgens mij wel. Nee, het is nog niet allemaal aan. Oké. Zijn die gewoon depressief? Oh, ze zijn unpowered. Nee, ze zijn gewoon depressief. Die is oké. Fuck. Jezus, ik dacht al ik hoor iets. Doe maar die turrets. Ah, oké. Dat kan dus gewoon niet. Ja, oké, dit is het dan, man. Dit is het. Dit is het. Shield hier nog neerzetten. Activeer de barrière. Kleine radius wel, hoor. Ik denk dat 2 wel goed is. Alright, jongens. Thanks voor het kijken. Morgen gaan we de aanval beginnen. Daarom is het codewoord ook echt van... Nu gewoon om 6 uur, 4 uur, gewoon aanval. Kan niet meer praten. Dat is hem. Hey, tot morgen.